Waar ga je heen, Joyce? Thailand, weet je niet hoe ver weg dat is? Ik ga je wel missen, hoor. Goedemorgen, mensen. Welkom bij vlog nummer 21. Ik heb me verslapen. Oh, wat stom. Ik had dus een heel plan voor deze ochtend. Ik zou om 5 uur opstaan. Dan zou ik me 's nachts aankleden. Zou ik naar de straat lopen. Zou ik naar een aalmoesgeving gaan van de monniken. Zou ik teruggaan. Zou ik even snel op de hoek een ontbijtje pakken. Aankleden. Scooter ophalen. En dan zou ik naar de watervallen gaan. Want als je daar vroeg bent, ben je de enige. En zijn er nog geen honderden toeristen. Wat gebeurt er? Ik heb zo vast geslapen. Ik heb ook 2 dromen gehad. Eentje waarbij we... Of waarbij... Ja, ik weet niet eens meer met wie ik was. Maar met een heel veel mensen in ieder geval. We gingen duiken en kwamen opeens haaien. En ik kijk allemaal haaifilmpjes op Insta. Dus ik denk te weten hoe ik ermee om moet gaan. Als ik een haai tegenkom. Maar... Dus ik helemaal naar het meisje schreeuw hoe ze met die haai om moest gaan. Dat je op de neus moet tikken en dan doe je ze weg. En dan stuur je ze eigenlijk in een andere richting. En helemaal in paniek. En toen waren heel veel haaien en mensen ook die uit het water kwamen. Heel apart. En daarvoor ook nog een of andere droom. Ik weet even niet meer wat dat dan was. Ook heel apart volgens mij. Volgens mij was ik ook verloofd. Maar goed, ik heb dus terwijl ik aan het slapen was, ken je dat je soms heel licht slaapt? Dat je denkt van, volgens mij is het al heel laat. Dat had ik dus tussen een van die dromen in. Dacht ik van, ik slaap volgens mij veel te lang. Maar ik dacht, nou ja, misschien voelt het gewoon zo. Dus ik ben gewoon verder gaan pitten. En toen dus na die haaiendroom werd ik wakker, dacht ik van... Nee, ik kan nooit uit mezelf voor een wekker van 5 uur wakker worden. Die moet al lang afgegaan zijn. Dus ik kijk op mijn telefoon, is het 8:30. Ik denk, oh nee. Dus ik die man appen die we hebben ontmoet in Ninbin, Sean. En waren hier ook geweest. Ik zeg, Sean, ik heb me verslapen. Hij zegt, wat je ook doet, ga niet nu naar de water vallen. Want blijkbaar is het gewoon echt niet leuk dan. Omdat er gewoon zoveel mensen zijn. Maar goed, wat ga ik nu dan doen? Het is 9:15. Wat ga ik doen met mijn dag? Ik heb gisteren al eigenlijk alles gezien. En de watervallen is dus één ding wat je hier ook moet zien. Dus ja, ik weet even niet. Ik ga me gewoon even rustig aankleden. Dan even ontbijten hier. Want ontbijt is inbegrepen. Misschien dat zij nog wat tips voor me hebben of zo. Want ik weet het even niet. Oh... Good morning! Het is vandaag 30 mei, dinsdag 30 mei. En ik ben momenteel, ik heb het gered, bij de watervallen. Of ik ben onderweg nu. Het is 7:05 in de ochtend. Ik ben om 6:15 vertrokken. En ik ben gewoon de eerste. Ze hebben het park voor mij open gedaan. En, dit is een berenopvang. Maar ja, ik ben gewoon nu de eerste. Dus ik ben benieuwd naar de watervallen. Het schijnt super mooi te zijn. Dus ik hoop dat ik niet teleurgesteld word.
good morning. Of middag eigenlijk al. Ik ben mijn hoodie vergeten. Dus ik ben nu al op het airport. Ik heb mijn bagage al ingecheckt. Maar ik moet terug, want ik heb die hoodie echt nodig. Want ik heb 3 vluchten vandaag. Ook 's nachts. En ik heb echt die hoodie nodig. Als het koud wordt of gewoon als ik een kussentje wil om te slapen. Het gaat wel redden, want ik ben gelukkig op tijd. Maar ja, wel gedoe helemaal weer op en neer. Gelukkig is het niet zo ver van de airport. Muffie Sam is binnen. Gelukkig. Echt wel even lichte stress, want je weet het maar nooit in Vietnam. En op een of andere manier heb ik altijd een weekend ertussen. Waardoor ik dan denk dat ik alle tijd heb. Maar omdat er dan een weekend tussen zit, is het alweer min 2 dagen. Maar goed, hij is binnen. Ik ga nu zo aan mijn eerste vlucht beginnen. Richting Bangkok. Niet richting de hoofdairport, maar Dong Muang. Dan moet ik van Dong Muang naar een andere airport. 40 minuten met de taxi. En dan heb ik daar een vlucht naar Ho Chi Minh, Vietnam. Heb ik daar een overstap van 5 uur. En dan van Ho Chi Minh ga ik door naar Seoul in Zuid-Korea. En dan moet ik van Seoul met de trein naar een ander vliegveld. Moet ik daar mijn bagage droppen. Dan kan ik even Seoul in en Olly ontmoeten. En dan vliegen we in de avond samen naar weer een andere, naar Jeju in Zuid-Korea. Dus het was super vermoeiend. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er voor het eerst een beetje tegenop. En dat komt omdat ik gewoon niet kan slapen. Ik heb gezegd maar geen goede nacht. Want ik moet dus in het vliegtuig slapen en dat werkt voor mij nooit. Dus een beetje bang voor. Maar het komt goed. Blijf gewoon positief en gewoon lekker blijven eten en drinken en mezelf verwennen. En ik ben dus blij dat ik mijn hoodie heb opgehaald, want het is zo'n lekker kussentje. Dus nee, gaat helemaal goed komen. Goedenacht mensen, het is 2:30 en ik ben nu op Ho Chi Minh Airport. Ik heb er inmiddels al 2 vluchten op zitten. 2 van de 3. Of 2 van de 4 eigenlijk. Maar voor nu eerst even 2 van de 3. Over een uurtje ga ik vliegen weer. En ik heb net even lekker hier gepit. Op de bankie. En ik heb gelukkig zometeen een window seat. Dus dan kan ik gewoon lekker hopelijk een beetje tegen het raam slapen. Het zal wel fijn zijn, want anders heb ik de hele nacht niet gepit. En onze gate is net veranderd. Dus dan ga ik nu even kijken waar iedereen opeens naartoe is gerend. En dan is het zo'n tijd om te boarden. Thank you.
Oh, where are you? There's only like 10 people in here. What if I become famous? I will become famous. Dope. One day. I wouldn't focus. It's not nice. You're a baby! Fucking pensioner. And I'm so old. This is unfair. Het is al de hele dag aan het regenen, dus we hebben net lekker eten besteld. Maar het lukte niet, want die voeding app was alleen maar in het Koreaans. Dus ik had geen idee wat er stond. Dus nu ging ik even naar beneden, naar buiten adem. En heeft die vrouw voor ons eten besteld. Super lief. Dus we hebben lekker kip met aardappels. We zijn een hike aan het doen en dan moet je dus hele deze dingetjes volgen. Dat is super leuk. En dit is ook een logo van al die trails. En het staat ook op de grond en zo. En er zijn zelfs veiligheidsborden. Dat je niet van het pad af moet gaan. En als je een vrouw bent die alleen hikt, dan kan je bellen naar nummer. Zodat ze weten dat je zeg maar buiten loopt. Terwijl Zuid-Korea super veilig is. Dus ik snap dat niet. Maar goed, safety. Better safe than sorry. En dit zijn onze kleurtjes. Nice. Woo! 10 to go. Very nice waves. Geen toilet, dat schuin af. En hier zitten allemaal knopjes. Hier kan ik water in mijn reetje spuiten. Denk ik. Wat is dit? De zeegolfjes. En hier ook van alles. Even testen. Samsung toiletbril. Wat is dit allemaal? Eentje is een brilverwarmer. Ik voel gewoon mijn kont. Ik voel hem gewoon warm worden. Ik kom niet meer bij. Ik heb dus net
fonteintje gespoten op mijn reetje. En nu is het aan het feunen. Mijn kont wordt gefeund. Hij is heel panisch als hij verbrandt. En wat ik geen zonnebrand mee. Hij heeft nou even snel zonnebrand gehaald. Want zijn neus en nek werden een beetje rood. En ondertussen zit ik lekker volop in het Seneca. We made it! That's great. No, we didn't! Finishing. Yeah, up there, oh. Where we were. I'm not going any further. It seems like here is the finish. Yeah, I think so. All of that upper bit. You're about to start speaking Dutch again. Maar goed, toch even in de avond nog even eruit gaan wat te eten. En we gingen eten bij een Koreaanse barbecue, is echt leuk. Dan zit je dus aan een tafel en dan krijg je vlees. Dus je bestelt vlees voor twee personen. En dan leggen ze dat vlees erop en dan verder doe je het allemaal helemaal zelf. Maar zeg maar, de bijgerecht is gewoon onbeperkt. Dus je krijgt onbeperkt eieren, kimchi, andere groentes. Dus dat is wel echt super net. Ook eieren met kaas en zo, allemaal onbeperkt. En je betaalt ze alleen voor het vlees. Dus super leuk. En dan kan je gewoon even lekker lang zitten. Geen haast. Gewoon even. En ik vind het gewoon leuk. Lekker allemaal zelf doen. En ja. Dus nu zijn we onderweg naar het vliegveld. En dan vliegen we naar Busan. Thank you.
This dog is so young and just... Nou helaas, we zouden naar een baseball-honkbalwedstrijd gaan van het team Lotte Giants. Het zal om 5:00 beginnen. Komen we eraan, loopt iedereen weg van het stadion. Dus wij dachten, is het blijkbaar afgelopen, dus waarschijnlijk is het gewoon eerder begonnen. Maar ja, super jammer. Mijn eerste honkbalwedstrijd gemist. En van Lotte Giants. Dus. Maar goed, in Seoul kan ik ook nog gaan. Dus het is nog niet het einde van de wereld. Oh. It's been a long day, Jess. It's been a long day. My God, this is scary. Met pijn in mijn hart moet ik vermelden dat ik mijn hoodie alsnog vergeten ben. En hij ligt dus in... waar was ik hiervoor? Seoul? Ja. Nee. Jeju vergeten. Dus helaas, rip mijn hoodie. Hoe blij ik was dat ik hem weer terug had, ben ik hem alsnog weer vergeten. Lieve mensen, bedankt allemaal weer voor het kijken. En tot volgende week. Doei!